Goeiedag, ik ben Pieter Verhagen van TNO en ik hou me bezig met het privacyvriendelijk data delen. Bijvoorbeeld met technologie zoals multiparty computation. En ik ben Tjerk Heimens visser Bij CZ ben ik strateeg en ik hou me bezig met het implementeren van technologische innovaties. In de komende 20 minuten nemen we jullie mee in de uitdaging die het waardebepalen van zorginnovaties met zich meebrengt op het gebied van privacy, de oplossing die we daarvoor bedacht hebben en hoe we daarmee verder willen. Het bepalen van waarde van innovaties in de zorg is belangrijk omdat er een grote toestroom aan zorginnovaties is. We zien bijvoorbeeld in de zorg dat er heel hard gewerkt wordt aan het anders organiseren van zorg, het invoeren van betere zorgprocessen en gewoon zorgen dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. We zien ook dat aandoeningen veel beter behandeld kunnen worden met nieuwe medicijnen, nieuwe hulpmiddelen. En we zien bijvoorbeeld ook dat die zorg digitaal geleverd kan worden, met name door corona. Maar we zien ook dat dat ondersteund kan worden door kunstmatige intelligentie. Nu, De grote vraag is natuurlijk: ja, werkt dat? En werkt dat voldoende goed? En hoe zorgen we nu dat, als dat werkt, dat het ook gepast gebruikt wordt? Nou, die waarden die bepalen we vandaag de dag natuurlijk al. Maar de huidige werkwijze om dat te doen, ja, dat is eigenlijk niet schaalbaar. Want wat er gebeurt, is dat zorgaanbieders en verzekeraars hun data delen met een derde partij. om daar de effectiviteit van zorginnovaties te laten bepalen. Maar wat die derde partij dus doet, is het anonimiseren van de data. en het analyseren van de data. om op die manier te zorgen dat de zorgverzekeraar op persoonsniveau. natuurlijk uh, geen, geen medische details te zien krijgt. en dat de zorgverlener. natuurlijk ook geen gegevens te zien krijgt die ze niet horen te zien. Maar dit hele proces is kostbaar, want je moet een derde partij uh, inhuren om dit te doen. Uh, het is ook tijdrovend, omdat het anonimiseren en het analyseren van die data, dat gebeurt iedere keer opnieuw. En bij iedere volgende analyse wordt de data opnieuw geanonimiseerd. Dus dat zijn eigenlijk processen die meerdere malen uh, gebeuren en wat eigenlijk maar één keer zou hoeven gebeuren. En als laatste en niet onbelangrijkste natuurlijk, het brengt veiligheidsrisico's met zich mee, want ja, als je data gaat delen, als je het op meerdere plekken gaat neerzetten, ja, dan kan je het natuurlijk op meer plekken ook kwijtraken. Het kan op meer plekken gehackt worden. Nou, met die uitdaging eh, zijn we naar Brightlands Terruption gegaan. Dat is een ecosysteem van bedrijven. En in dat ecosysteem kwamen we het Centraal Bureau van de Statistiek tegen, het Zouderland Ziekenhuis en TNO. En die partijen die herkenden onze uitdaging en wilden meewerken aan een oplossing. En in deze groep van partijen, Bleken we dus kennis uh, van het leveren van zorg te hebben, het uh, innoveren van zorg, kennis van statistiek, kennis van technologie en informatiebeveiliging. En dit leidde dus tot een oplossing uh, die, uh, waar encryptie en secure multi-party computation een heel groot onderdeel van is. En, uh, ik neem jullie daar graag verder, uh, verder in mee. Um, en eerst even: wat is nou Secure Multiparty Computation? Het is een, een, uh, er zijn eigenlijk twee standaard manieren als je informatie wilt delen hoe je dat met elkaar kan doen. He, je kan, als je met z'n drieën bent, kan je onderling de informatie delen. Bijvoorbeeld over uh, stel, je wilt uh, uh, weten wie het meeste verdient van drie vrienden. Dan kan je elkaar allemaal je inkomen vertellen en daarna weet je allemaal wie het meeste verdient. De tweede manier is, je kan ook allemaal je inkomen vertellen aan een notaris die je vertrouwt. En die notaris vertelt daarna wie het meeste verdient. Dat is een klassiek probleem in de wiskunde, heet het miljonairsdilemma. Maar dat zijn de twee normale manieren. Maar er is nog een derde manier. En die derde manier is, wat je ook kan doen, is de data versleuteld met elkaar delen. Dat de anderen de data niet kunnen lezen, maar dat ze wel via bepaalde cryptografische trucs eigenlijk... Via cryptografische protocollen wel berekeningen kunnen doen met die data, om uiteindelijk wel te leren wie er het meeste verdient, zonder dat je deelt wat iedereen verdient. Nou, die technologie die je daarvoor kan gebruiken, dat is secure multi-party computation, het veilig rekenen tussen partijen zonder de data zelf openbaar te hoeven maken, maar wel de antwoorden te leren. Nou, die technologie hebben wij hier ingezet met uh, CBS, CZ en Zuiderland... om dit probleem op te lossen. Um, maar er mist nog iets. Hè? Want we pakken hier even het voorbeeld. We hebben hier vier, nou niet eens miljonairs, maar biljonairs. Stel nou, deze vier uh, biljonairs willen weten wie er, is er vandaag het rijkst. En dat was, geloof ik, uh, een tijdje Elon Musk en is dus nu, geloof ik, weer Jeff Bezos. Stel dat ze dat met z'n vieren doen en ze rekenen dat uit en ze leren: dit is het gemiddelde. Uh, de, de, elke partij leert hoe ver die afzit van het groepsgemiddelde, bijvoorbeeld. En stel dat je dat met z'n vieren doet en stel dat je daarna Bill Gates naar buiten stuurt. En daarna reken je het nog een keer uit met z'n drieën. Dan weet je opeens wat Bill Gates verdient. Er lekt informatie. En waardoor komt dat nou? Dat komt omdat je geen regie kan voeren als je zoiets doet. Er mist governance. En dat is eigenlijk het probleem. Die combinatie die hebben wij in dit project gezamenlijk opgepakt en hebben een hele goede oplossing voor gevonden, denken we. En hoe doen we dat nou? We doen dat eigenlijk door het combineren van multiparty computation met een blockchain systeem. Aan de ene kant heb je geavanceerde cryptografie die ervoor zorgt dat wij allerlei statistische methoden kunnen toepassen zonder de data zelf te kunnen zien. Dus we kunnen eigenlijk de simpele variant, we kunnen tellen, optellen, gemiddelde standaarddeviatie en heel veel van de, pak maar een wetenschappelijk paper, daarin zijn we vooral aan het optellen, gemiddelde uitrekenen, standaarddeviaties aan het doen. Um, er zijn natuurlijk ingewikkeldere uh, methoden, bijvoorbeeld cohort-matching, dat, uh, dat kunnen we heel binnenkort. Uh, we hebben regressie hebben we gedaan met multiparty computation. En zo zijn we eigenlijk bij TNO al die statistische methoden ook mogelijk aan het maken uh, om in het versleuteld domein te kunnen doen. Maar we combineren dit eigenlijk met, met governance. Dus we zeggen ja, we gebruiken blockchain technologie en dat is blockchain is eigenlijk een manier om transacties heel goed vast te leggen. Uh, en we leggen een aantal dingen vast. We leggen vast, we hebben eigenlijk wat we noemen een, een poortwachter functie. Daarin bepalen we eigenlijk precies welke handelingen mogen er wel gebeuren... en welke berekeningen mogen niet gebeuren. En een van de voorbeelden daarin is... een berekening mag niet gebeuren als, de, uh, als er bijvoorbeeld minder dan twintig uh, personen in de dataset zitten. Want dan vinden we dat we al iets te veel gaan leren over, over individuen. Nou, dat kunnen we instellen. We stellen ook in wie mag er wat wijzigen. Dat noemen we de governance structuur... Tussen welke partijen mag die data eigenlijk worden gedeeld? Wie van die partijen mag bijvoorbeeld zeggen dat, de, dat het niet NS20, maar dat het opeens NS30 moet worden? En wat is de procedure daarvoor om met elkaar eigenlijk te stemmen dat we het daarover eens zijn? Uh, en de derde uh, uh, reden waarom we blockchain gebruiken, is omdat we daarmee ook heel goed kunnen vastleggen, decentraal, dus zonder een derde partij. Uh, wie heeft nou wanneer wat uh, ingesteld? En wie heeft toestemming gegeven om welke soort berekeningen uit te voeren en hoe vaak is dat dan ook echt gebeurd? Nou, dat is heel belangrijk om die technologie zoals NPC, om die echt in een, in een ook juridisch gezien, in de goede context te plaatsen. Uh, ja, dit is een versimpelde architectuur. Uh, ik, ik begin even aan de rechterkant, daar zie je dat NPC-netwerk. Dus wij installeren die nodes bij drie partijen in dit geval: partij A, partij B en partij C. Niet bij TNO, om even, even voor de helderheid. Dus dat zijn alleen de partijen die data hebben. En al die partijen zetten hun eigen data, versleutelen die en maken die eigenlijk beschikbaar in het systeem. Dan heb je in het midden een smart contract, daar zit die poortwachter. Daar staan alle regels die bepalen wanneer die dataset bevraagd mag worden. En dan zie je aan de linkerkant zie je dat blockchain-netwerk, waar TNO wel een node in draait. Daarin bepalen we met elkaar wat zijn dan de regels van het spel en wie mag er wanneer welke berekening uitvoeren. Nou, op die manier zorgen we ervoor dat, dat berekeningen die volgens de regels niet mogen ook niet uitgevoerd kunnen worden. En dat partijen dus ook niet dingen leren of dingen kunnen afleiden uit, uh, uit het doen bijvoorbeeld van. En je kan niet elke seconde opnieuw een query doen als je er één, één patiënt wordt toegevoegd aan een systeem... dat je meteen leert wat heeft die ene patiënt nou voor verandering in het gemiddelde gebracht, bijvoorbeeld. Um, we hebben dit, uh, dit platform ook laten valideren uh, door uh, onafhankelijke juristen. En, en daar kwamen, en uh, dat was denk ik ook een hele belangrijke, want er leven ook allerlei uh, misschien wel mythes over dit soort technologie... en dat je hiermee dingen zou kunnen anonimiseren... Um, ik denk dat we het heel goed hebben uitgezocht nu, en dat is een hele belangrijke stap. We hebben, uh, uh, een, dit is een valide toepassing voor zowel medisch wetenschappelijk onderzoek als voor statistisch onderzoek. Uh, het, het verwerkt gepseudonimiseerde persoonsgegevens, dus geen geanonimiseerde persoonsgegevens. En op gepseudonymiseerde persoonsgegevens is de AVG gewoon van toepassing. Het is wel een hele sterke invulling van uh, uh, zowel dataminimalisatie als van privacy-design bij designvereisten, zoals ook in de AVG aangegeven. Dus je voldoet hiermee op een hele sterke manier aan die vereisten. Um, deelnemers in het netwerk die zijn uh, gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke uh, voor de dataverwerking en dat betekent dus ook dat ze een gezamenlijke dpia moeten opstellen. Um, en dat in dit geval geldt hier dat die dpia, die geldt tussen de partijen die gezamenlijk data verwerken en die ook een belang hebben bij het onderzoek. Um, en per geval, uh, net als je nu eigenlijk al doet, zou je dus ook moeten bepalen hoe ga je om, is, is er consent nodig? Is er een opt-out nodig? En dat is net als nu, is dat gewoon van geval tot geval weer de afweging. Uh, maar daar kan je ook niet overheen stappen, je kan ook niet denken dat hoeft opeens niet meer um, Ja, en terwijl we dit deden, hebben we eigenlijk wel gemerkt dat, terwijl we dit platform maakten, merken we, we merken op dit moment gewoon veel behoefte aan zo'n oplossing. Dus vanuit, uh, vanuit dit project is er ook, denk ik, voor nu eigenlijk een leuk uh, een nieuwtje. Uh, op het moment dat deze, jullie deze video zien. Um, Richten wij vanuit TNO een uh, spin-off bedrijf op, dat heet Linkside, En vanuit Linkside zullen wij ook deze technologie uh, verder naar de markt gaan brengen. Dat was uh, wat mij betreft de presentatie. Dank jullie wel voor de aandacht. En uh, Cherik en ik zullen in de chat alle vragen beantwoorden.